Hoi, in de toekomst van Nederland naar Parijs, hoe zou zo'n reis er dan uit komen te zien? In 30 minuten, zonder luchtweerstand en met een topsnelheid van ruim 1000 km per uur. Ik heb het natuurlijk over de Hyperloop. Vandaag zijn we bij de onthulling van de eerste testfaciliteit in Europa van dit concept. En het is bijna zover. Good morning and welcome at the unveiling of Europe's first Hyperloop test facility. Wat is de Hyperloop? Ja, de Hyperloop is een soort van kleine lichtgewichttrein die door een buis gaat. En in die buis is dus bijna geen luchtweerstand. En dat maakt het mogelijk om zoveel sneller, goedkoper en efficiënter te kunnen reizen dan de huidige transportmiddelen. En wat is het sterke aan de samenwerking tussen Hart en BAM? Nou, het mooie is dat we nu juist al in een hele vroege fase expert en een specialist hebben op het gebied van infrastructuur. Want er is natuurlijk infrastructuur nodig om die Hyperloop helemaal werkelijkheid te laten maken. En juist in zo'n vroege fase en expert erbij, dat is gewoon een hele toegevoegde waarde. Wat betekent de Hyperloop voor de toekomst van transport en mobiliteit? Nou, komende jaren gaat er, dankzij nieuwe technologieën, ik denk komen 20 jaar meer veranderen dan de afgelopen 100 jaar gebeurd is op het gebied van mobiliteit. Alles gaat veel sneller, schoner, duurzamer. En zo'n Hyperloop is daar natuurlijk ongelooflijk interessante ontwikkeling in. Het is een transportmiddel wat ontzettend snel is. Het gaat 1000 km per uur, dus dat is vergelijkbaar met een vliegtuig. Dus je verbindt daarmee mensen die wat verder van steden wonen op een hele korte tijd met hun werk. Wat dat de druk op de steden weg zal nemen. En daarnaast is het een heel milieuvriendelijke oplossing, omdat de energie gaat komen uit zonne-energie. Dus ik denk dat het een combinatie van twee hele positieve zaken voor de toekomst is. Nou, wat dit voor BAM betekent, dit betekent voor BAM innoveren. Out of the box denken, iets nieuws doen. Want we hebben het hier, dit is vanuit BAM Rail, we hebben het over een spoorsysteem. Ja, maar eigenlijk is dit vliegtuigbouw. Wat je hier doet is technologie van de vliegtuigbouw naar het spoor brengen. En dat is wat we hier doen. Het gaat om de spin-off. Je begint met iets en het wordt steeds mooier en steeds beter. En dingen die hieruit komen, die kunnen we straks weer toepassen in ons werk. En zo vernieuwen we. Wat betekent de Hyperloop voor de toekomst van transport en mobiliteit? Ik ben van de optimistische kamp. Ik denk dat dit uiteindelijk de revolutie in transport gaat betekenen. De vervanging van continentaal vliegverkeer. En durf je in zo'n vacuümtrein te stappen? Ja, niet alleen ik. Miljoenen mensen doen dat elke dag. Als je in een vliegtuig stapt, stap je in precies hetzelfde. Het is gewoon een sigaar waar je instapt die uiteindelijk in bijna een vacuüm daarboven op 10 kilometer hoogte vliegt. Nou, hier hou je het op de grond, dus is het feitelijk nog veiliger ook. En je stapt met z'n allen in een capsule en je schiet met 1000 km per uur naar Parijs. Vandaag hebben we verslag mogen doen vanaf de TU Delft. Volgende keer hopelijk van onder de Eiffeltoren. Au revoir en tot de volgende vlog.